Van 21 tot en met 23 mei jongstleden is de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, minister Lilian Ferrier, op uitnodiging van de IDB en de Center for Universal and Education van het Brookings Instituut afgereisd naar Washington DC voor een internationale conferentie. Wat deze conferentie precies inhield, vertelde minister ons in het volgende interview. Minister, welkom. U bent naar Washington DC afgereisd op uitnodiging van de IDB. Kunt u ons vertellen waarvoor u precies bent afgereisd naar Washington? De Inter-American Development Bank die organiseert om de zoveel tijd een conferentie speciaal voor de ministers van onderwijs van de Latijns-Amerikaanse landen en het Caribisch gebied om eigenlijk de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs te delen en bespreekbaar te maken. En het thema van deze onderwijsconferentie was dus ook Citizens of the Future. En het had vooral te maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie, om eigenlijk die te gaan toepassen in het onderwijsproces. U bent dus geweest voor een conferentie. Kunt u ons in het kort uitleggen wat deze conferentie precies inhield, want u had het over het versnellen van het onderwijs, of het onderwijssysteem, maar misschien kunt u daar een beetje dieper op ingaan. Nogmaals, het gaat om op welke manier je de nieuwste technologische ontwikkelingen kan toepassen binnen het onderwijs. Wij praten hier bijvoorbeeld over distance learning, over toepassingen van ICT binnen het onderwijs en we praten daar heel voorzichtig over. En als je dan in Washington bent en je ziet wat er wordt aangeboden en wat men eigenlijk al doet. En die drie dagen, daar was één dag dat we naar Boston moesten. En daar is een Massachusetts Institute of Technology. En nou ja, dat is gewoon, je staat daar te kijken, daar werkt men met robots en dat soort dingen. Maar ook met Lego en alles is geautomatiseerd en met coderingen vanaf baby's af. Dus dat is natuurlijk helemaal mijn ding, hè, dat je baby's met codes kan leren. Maar nogmaals, citizens of the future. Men is bezig het onderwijs te gebruiken, toe te passen, zodat die nieuwe generatie door middel van die technologie eigenlijk de hele wereld kan vatten, hè, en overal terecht kan. En waarom is het dat begrip leapfrog? Dat wil zeggen dat de landen die nog niet zo ver zijn, waaronder Suriname, geweldige sprongen moeten maken in hun onderwijs, zodat ze dingen kunnen bijbenen. Want we raken eigenlijk alleen maar meer en meer achter. Als wij in Suriname dingen op de oude manier blijven doen, zoals we dat 40 jaar geleden al deden, dan begrijp je dat wanneer Guyana en zelfs Haiti wel die sprongen maken en zeggen van nee, dit gaan we allemaal oppakken, dat onze kinderen over 10 jaar nauwelijks gaan meetellen. Dus voor mij heel erg inspirerend. Hè? Maar ook andere dingen, hè? Nogmaals, het moet anders. Ik denk dat we het allemaal erover eens moeten zijn dat binnen het onderwijs in Suriname het anders moet. De leerkrachten moeten zich anders opstellen, de leerkrachten moeten anders getraind worden. En wat we aanbieden aan de leerlingen, ik bedoel, baby's zijn nu met de telefoon bezig. Dus dan moet je niet wanneer je 4 bent komen in de kleuter en dan tot 5 gaan tellen, want dat kon je al toen je 2 was of 1. Begrijp je? Dus nogmaals, wij moeten beseffen dat we die sprong moeten maken. Dus wat je in Boston ziet en wat zo ook zo leuk is, en dan heb je zo'n groot instituut. En dan komen er dus alle mensen van de hele wereld. Maar wie zie je? Je ziet Chinezen, je ziet mensen uit India. Hè? Dus hele bepaalde groepen die wel technologisch, hè, want India en China, die zijn heel ver op het gebied van technologie. En ze sturen hun jonge mensen daar al naartoe. Ze zijn allemaal PhD. Hele jonge mensen en die zitten allemaal dingen uit te vinden. Nou, je verzint het niet zo gek of ze zijn daarmee bezig. Direct gelinkt aan het onderwijs. Maar ook zaken als muziek
en kunst. Hè. Er is een presentatie geweest van die mevrouw die... De school heet Liberal Arts, maar het is wel een educatief systeem. Ja. Waar men gebruik maakt van kunst om kinderen te onderwijzen. Nou, begrijp je, dat zijn echt dingen waarvan je zegt van, het is geweldig. Hè. En de derde dag, want de tweede dag waren we dus naar Boston, ook heel vermoeiend. Want we moesten het vliegtuig van 4 uur hebben, begrijp je? Dus ja. Mensen denken dat we vakantie gaan houden, echt niet. Het is continu werken. En de derde dag was heel interessant, omdat je toen met de collega-ministers al die vernieuwingen die zijn aangeboden bespreekbaar kon maken. Van oké, wat ga je er dus nu mee doen in je land? Wat kan wel en wat kan niet? En nogmaals, ik zit dan een beetje... Mijn collega van Guyana, die is echt een sterke vrouw en pakt eigenlijk al direct dingen aan. Die van Jamaica ook. En dan denk ik van, oké, hoe gaan we dit nou doen in Suriname? Waar kan je beginnen? Maar ja, dan zit dan de minister van Ecuador erbij en die zegt van, in Ecuador heb ik 40% is nog niet eens bereikbaar wat betreft ICT. Dus dan denk ik van, oké, Suriname is toch nog niet zo erg. Maar het zijn dingen die je inspireren en die je ook aan het denken zetten. U heeft een heleboel collega's daar zo ontmoet. U heeft zaken bijgeleerd. Dingen gezien die op een andere manier gedaan worden dan wat wij hier gewend zijn. Denkt u dat wat u daar heeft meegemaakt, dat het in Suriname op een dusdanige manier ook geïmplementeerd zou kunnen worden in ons onderwijssysteem? Ik zou niets liever willen dan dat. Het probleem in Suriname is... De mensen zijn zo gewend aan hun comfortzone. Dat wanneer je ze zegt van dingen moeten anders, hè, mensen denken nu anders, er is ontwikkeling. Hè, dus je gaat ook die kinderen die anders zijn, ga je anders moeten benaderen. Dat systeem, juf voor de klas en juf vertelt en juf bepaalt, hallo, dat heeft al 30 jaar afgedaan. He, het is juist, laten we luisteren naar die kinderen, laten we weten wat die kinderen willen weten en hoe denken die kinderen en hoe kunnen ze dat zelf oplossen. Want uiteindelijk moet jij als volwassene zelf in die wereld kunnen staan en zelfredzaam zijn. En je moet zelf kunnen aansluiten waar. En als je je hele leven hebt gehoord dat anderen voor je beslissen en voor je bepalen, dan ga je dat niet kunnen. En als ik kijk naar... Hoe onze studenten, ze zijn op de universiteit en ze zeggen we gaan naar school. Ik bedoel, een universiteit, je moet dat stukje, I'm somebody en dit kan ik en dit wil ik en dit ga ik doen en dit ga ik oppakken. En nu ga ik zelf via distance learning of ik ga via online, ga ik deze studie doen. Nee, je komt me vragen om een avonduniversiteit op te zetten, come on. En alles heeft een financieel plaatje. Maar ja, de president van India komt. Die biedt ook technologie aan. Laten we daarvan gebruik maken. Maar dan moet ik wel kunnen rekenen, ook op mijn bonden, en ook op mijn leerkrachten, dat ze willen. Dat ze verandering willen. Want wat gebeurt er hier als inspectie komt en je bent achter met een boekje? Je zou bij leesboekje 4 moeten zijn en bij mijn leesboekje 3. Dan worden alle... kunst en muziek en tekenen wordt allemaal eruit gegooid. Want dat is niet belangrijk. Die innovaties laten zien, juist die vakken zijn belangrijk. Want het gaat om de ontwikkeling van de mens. Citizens, die burger. Die wil je ontwikkelen. Dat doe je echt niet alleen met rekenen en taal. En wanneer dat kan doordringen bij dat leerkrachtenkorps eigenlijk. Dan kunnen we dingen anders gaan doen, ja. Dan kunnen we inderdaad zeggen, we geven die kinderen een mobieltje. Om met hun calculator te werken, want ze willen andere dingen weten. Begrijp je? De leerkrachten die vormen een hele belangrijke schakel in het leerproces bij kinderen, bij studenten. Worden de leerkrachten op tijd getraind? Het zit allemaal
in de planning, ook in de leningen, want dat moet ik ook nog even zeggen. Ik ben niet alleen voor de conferentie afgereisd, ik ben ook afgereisd omdat Suriname heeft twee grote leningen wat onderwijs betreft. Eén, dat is het bijprogramma, 20 miljoen, en een ander 20 miljoen betreft ons cultureel erfgoed. Dat zijn twee hele belangrijke programma's. Helaas, beide programma's hebben een achterstand. Dus ik moest ook gaan lobbyen met de technische mensen in Washington praten van oké, hoe gaan we die achterstand inhalen? Wat? Ik heb het een beetje kunnen verzachten, maar er moet wel keihard hier gewerkt worden. Dus ik heb vanuit Washington al opdrachten gegeven. En ik mag ze complimenteren, dat team, want ze hebben zelf de hele zaterdag gewerkt om al startklaar te zijn, maar ze moeten nog harder werken. We moeten met z'n allen nog harder werken. Dus, maar ik ben wel blij dat dat overleg er is geweest. We hebben ook hele duidelijke dingen van, oké, dit gaan we wel doen. Dat is de deadline. En nogmaals, IDB is meegegaan. Dat is een belangrijk stukje voor mij. Maar in dit stuk van BIJP zitten er een heleboel trainingen ook van leerkrachten. En dat moeten we dus ook gaan uitvoeren. Maar ook daar zullen de leerkrachten veel meer in zichzelf moeten investeren. En nogmaals, het is zo jammer, hè, wanneer ik kom met trainingen, hè, en meneer Valli zit alweer te luisteren, want ik heb gezegd, we gaan niet trainen tijdens de schooluren. Dan ziet men het als iets wat extra is. Terwijl, nogmaals, de gedachte van onderwijs en educatie is lifelong learning. Je stopt niet met leren. Ik ga toch naar Washington. Ik leer een heleboel. Ik leer over robots en dat soort dingen. Je stopt nooit met leren. Het is een investering in jezelf, in jou als mens, als persoon. He? En niet dat ik je dan moet gaan betalen omdat ik je wil trainen. Als je niet getraind wil worden, dan... Sorry. Begrijp je? Dus het gaat om vorming van de mens. En dat moeten we nou eens een keertje duidelijk hebben. Onze menselijke hulpbronnen, die zijn de belangrijkste die we hebben in de natie. En als we onze kinderen achterhouden door het onderwijs wat we ze aanbieden, vervallen boeken uit Nederland die we ze aan blijven bieden. Come on, wat voor mensen hebben we? En hoe gaat in de toekomst, over 10 of 15 jaar, die Surinamer zich opstellen ten opzichte van Haiti of Braziliaan die ons al lang voorbij is, of die Indiër die ons voorbij is. Begrijp je? Dus wij moeten met hele grote sprongen vooruit. Als ik even terug mag gaan naar die drie dagen. U heeft eerder verteld dat u staat met uw collega's en u hoorde één praten over hoe ver ze zijn. De andere vertelt, nou, maar wij hebben dit nog niet eens. Als u Suriname moet gaan vergelijken met uw collega's of met de landen van het Caribisch gebied en Latijns-Amerika, hoe goed doen wij het? Kijk, als we kijken naar het Caribisch gebied, en van het Caribisch gebied waren Jamaica, Haiti, Bahamas en natuurlijk Guyana er en Suriname, dan heeft Haiti ons bijna ingehaald. Dat wil zeggen dat Suriname onderaan de ladder staat. En dat is, het doet pijn. Aan de andere kant, deze landen, ze delen. Ja? Dus de minister van Guyana, waar ik veel meer bij opgetrokken. Dan ben je daar en dan krijg je in het vliegtuig al de kwalificaties waaraan de leerkrachten van het Caribisch gebied moeten voldoen. Is dat gedeeld. En dat is echt niet alleen cognitief. Cognitief is één deeltje, maar men kijkt naar het gedragsfactor, men kijkt naar de innovatieve kanten van een hele andere blik dan wij hier in Suriname hebben. Dus dat is belangrijk. De minister van Jamaica die heeft ons al van tevoren uitgenodigd. Save that date, november, teacher conference.
Begrijp je? En nogmaals, ik wil de bonden meenemen in dit traject. Want het is niet iets wat ik zeg en dat ik ruzie kon maken. Het gaat om Suriname. Begrijp je? Dus nogmaals, zover zijn de mensen al aan het plannen, maar ze willen het delen. Is ook weer iets, want in Suriname delen we te weinig en we werken te weinig samen. Het Caribisch gebied wil delen, maar ook Latijns-Amerika. He, en wij hebben het altijd over de ver afgelegen gebieden. Nou, Guyana heeft het probleem ook, maar daar is het wel opgelost. We hebben het over de meertaligheid. Hallo, Panama hebben ze ook meertaligheid, maar ze lossen het wel op. Dus we moeten dingen niet meer als excuses aandragen. We moeten oplossingsgericht gaan werken. He, want we zijn niet zo uitzonderlijk als we denken. He? Laten we onze positieve dingen gebruiken om te laten zien wie we zijn. He, maar niet dingen als excuses en dan maar op de oude manier doorgaan. Ik ben minister. Ik probeer echt de mensen die mee willen en mee kunnen mee te nemen. Maar als je niet kan, ik ga geen ballast blijven sjouwen. Het ligt aan elk individu om van zichzelf te maken waar die kan komen. En wat mijn taak is, is om je die kansen aan te bieden. En in die leningen die we hebben, zijn er meer dan voldoende kansen. Grijp die kansen en werk keihard om daar iets van te maken, om iets van jezelf te maken, maar ook om je land te kunnen dienen om verder te gaan. De Latijns-Amerikaanse landen die er waren, Honduras, Panama, Nicaragua, daar kunnen we ons mee vergelijken. In die zin dat, omdat het ook grote landen zijn met vele gebieden waar nog niet alle voorzieningen er zijn, hè? Ook Peru. Maar Uruguay en Argentinië die zijn gewoon al een stuk verder. Dus dat is een beetje moeilijker. Maar nogmaals, het is gewoon heel erg belangrijk dat we die informatie delen. Ik wil ook iets zeggen over de taal. Hè? Want ja, mijn geluk is, ik praat meerdere talen, dus ik vind het overal aansluiting. Ik kan met iemand van Haiti, praat je Frans, je praat Engels met je Caribische collega's, maar je praat ook Spaans met je Latijns-Amerika. Dus je wordt geaccepteerd en alles wordt gedeeld. En nogmaals, dat delen van informatie vind ik heel erg belangrijk. Dat instituut dat mede deze conferentie heeft georganiseerd, dat was ook een heel interessant instituut. Omdat die geven je mogelijkheden om te publiceren. En de publicaties, meer met een politieke inslag, maar ook heel erg belangrijk hoe politiek het educatief proces beïnvloedt. Ja, dat moeten we ook niet onderschatten. Dus ja, om samen te vatten, als je kijkt naar ons huiswerk hier, dan hebben we veel te doen. Ja? Hoe lang denkt u dat het dan zal duren voordat we tenminste wat hoger komen? Want u zegt we zijn onderaan de ladder. Hoe lang zou het ongeveer duren voordat we een inhaalslag maken? Kijk, als we echt die sprongen kunnen maken, dan hoeft het niet lang te duren. Hè? Nogmaals, we hebben nu een aantal deadlines. En als het echt uitgevoerd wordt en de mensen het oppakken, dan gaat het sneller. Hè? Want het ligt niet aan die kinderen. Elk kind wordt met genoeg talent geboren. Als je het maar aanbiedt, gaan ze het oppakken. Dat weten we al. Maar voor mij was dus interessant nogmaals dat ze echt vanaf baby die codering van hoe werkt de computer. Ze hebben het helemaal uitgezocht voor je. Dus alles is al klaar. Je hoeft alleen maar te zeggen ik ga dit programma nemen. En er was een organisatie daaruit vanuit Duitsland via de IDB. Guyana had die mevrouw al eigenlijk een beetje gepolst. En toen ik dat zag, heb ik gezegd, nou, ik ga mee met Guyana, dus we gaan dat ook proberen mee te pakken. Maar dat zijn dingen die we echt direct kunnen doen en waar je dus ook echt direct profijt van hebt. Wat we niet moeten hebben, is dat onze kinderen in een sneller tempo zich ontwikkelen dan die leerkrachten. Dus ik doe echt gewoon een beroep op die leerkrachten. Zelfstudie, 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 want anders... Nogmaals, weten die kinderen weten nu al misschien beter met die computer om te gaan.
dan die leerkrachten. Begrijp je? Dus dat, zij moeten ervan bewust zijn dat die grote sprongen die we gaan maken binnen het onderwijs, dat zij de, hè, zij keihard moeten werken. Niet tijdens schooltijd. Ja, het is niet de eerste conferentie die u heeft bijgewoond. Het zal niet de laatste zijn. U had het eerder over dat, als ik het goed heb, Jamaica u ook had gevraagd to save the date. Dat is in november. In november. Wat betekenen al deze conferenties voor Suriname? Eén, deelname is heel erg belangrijk. Om voor je eigen land te bepalen waar sta ik. Maar vooral van hoe ga ik zorgen dat ik op lijn kan komen met de rest. En wat kan ik delen? Net wat ik zeg, dat project met Guyana, die mevrouw had al. Ze hadden eigenlijk Guyana uitgekozen om een pilot te doen. Ik zeg, ja, maar Suriname heeft dezelfde omstandigheden en dit. En toen zei die vrouw, en die mevrouw sprak Duits, was uit Duitsland. Dus ik eerder Duits haar een beetje tegemoetkeer. Nou ja, nou nee, dan nemen we Suriname ook mee. Begrijp je? Dat zijn belangrijke dingen. Je netwerken, als je daar bent, eigenlijk jezelf evalueren van waar ben ik als minister, waar sta ik als minister, mijn visie, klopt dat? Of loop ik helemaal achter qua visie? En dan kijken van waar is mijn land, waar is het onderwijsproces in mijn land en hoe kunnen we linken om daaruit te komen. Dus die conferenties zijn heel erg belangrijk. Tegelijkertijd moet je voor jezelf heel eerlijk zijn en nogmaals, dat is dus ook prettig, dat collega's gewoon zeggen van, voor ons is dat gewoon niet haalbaar en eigenlijk frustreer je ons nog meer, want als ik niet naar mijn inheemse bevolking kan gaan in Peru, omdat we daar nog helemaal geen technologie hebben en ik word hiermee geconfronteerd, dan lijkt die gap alleen maar groter te worden. Dus, weet je, ik denk dat dat soort uitwisselingen belangrijk zijn. En dan, nogmaals, ook alles wat al op papier is, dat je dat kan delen. En ik ben ook bezig nu dat ook te delen, ook met de bonden. Die krijgen ook gewoon een verslag. Van kijk, dit zijn de eisen die aan leerkrachten worden gesteld in de regio. Nogmaals, het is niet wat ik heb verzonnen, dit is wat de regio zegt. En als wij dan ergens alleen maar naar één facet hebben gekeken, dan, ik hoop nogmaals dat mensen dan wakker gaan worden en zeggen van nee, we moeten het toch echt anders doen. Tot slot, minister, in Cuba is er van 29 mei tot en met 2 juni ook een conferentie gehouden, een milieuconferentie als ik het goed heb. Kunt u dat een beetje... Nou, het is een UNESCO-conferentie die met als thema dus de wetenschappelijke benadering wat betreft milieu en vooral climate change. En ik zou dus eigenlijk vandaag moeten vertrekken, maar ik heb in plaats daarvan meneer Huisden gestuurd. Meneer Huisden is docent aan de universiteit die zich echt hiermee bezighoudt. Dus hij heeft zich ook goed voorbereid, hij zit in die materie. En hij gaat dus mij vertegenwoordigen, want het is wel een conferentie voor de ministers, maar hij zal mij daarvoor vertegenwoordigen. Zijdelings zou ik ook praten met de Surinaamse studenten in Cuba, maar ik heb dat via onze vertegenwoordiger daar, Buitenlandse Zaken, heb ik daarmee afgestemd. Ik denk dat de juiste persoon is gegaan. En ik denk, want de minister hoeft niet per se overal zelf naartoe. Hij heeft wel van tevoren met me afgestemd, zodat wij dat kunnen meenemen. Vooral dat stukje van climate change weer binnen het onderwijsproces. Als wij hier bezig zijn met curriculumontwikkeling, alle niveaus, dan moeten deze aspecten, die moeten meegenomen worden in de curricula die we nu aan het doen. En daarom zeg ik van echt, die vernieuwing is absoluut noodzakelijk. Dankjewel, minister. Graag gedaan. Minister Lilian Ferrier is zojuist ingegaan op de conferentie die zij dus heeft bijgewoond in Washington DC van 21 tot en met 23 mei jongstleden. Tijdens deze conferentie werd de focus gelegd op de vooruitgang in het mondiaal onderwijs om deze dus te versnellen. Bedankt voor het willen kijken. Tot de volgende keer.